Goedemorgen, Ron. Goedemorgen, Jan. De vakantie is voorbij, Ron. Kinderen gaan weer naar school. En jij geeft ook les. Ja. Jij bent een oud-leerling van het Dominicus College. Ja. Jij hebt daar goed je best gedaan, neem ik aan. Jij hebt daar ook Latijn en Grieks bij gedaan. Mm-hmm. En dat vind je zo'n prachtige dode taal, dat je daar nou nog als levende Ron les in geeft. Ja. Waarom, Ron, is nou Latijn zo belangrijk? Want ik zou zeggen Engels, Frans, Duits. Ja. Het is anders dan Engels en Frans. Hè? Latijn en Grieks zijn talen die, klassiek Grieks, klassiek Latijn, die niet meer worden gesproken. Maar omdat het een algemeen vormende taal is die overal in terugkomt. Erasmus en zelfs de schrijvers van latere eeuwen schreven nog in het Latijn. Maar het is allemaal vertaald in het Engels en Nederlands. Het is gedeeltelijk vertaald, dat klopt. Maar de taal is ook voortgeleven in wetenschappelijke termen, in termen van plaatsnamen en eigenlijk ook in uitdrukkingen. Zoals? Uitdrukkingen zoals ad hoc of persona non grata of in dubio. En ongemerkt, ja, ik heb van jou een briefje gezien. Spreken we nog heel veel Latijn. Ja, ja. Ik kreeg van jou een briefje. Daar stond inderdaad audio, video. Iedereen weet wel wat een video is. Mm-hmm. Wat is dat, een video? Wat, komt dat uit het Latijn, een ja, video? Ja, betekent ik zie, betekent dat. Dus dat is letterlijk Latijn als je dat zegt. En audio betekent ik hoor. Ja, en er zit nog iets leuks aan vast, want het automerk Audi komt daar ook vandaan, omdat de man die het model heeft bedacht Heur heette en die heeft zijn achternaam gelatiniseerd. Ja, is serieus? Ja, heeft dat zijn naam gelatiniseerd, dus dan werd het Audi. Ja. En zo zijn er meer voorbeelden. Volvo, ik rol, betekent dat, dus het Zweedse automerk. En ongemerkt heb je dus ongelooflijk veel uitdrukkingen en namen die rechtstreeks uit het Latijn komen. Oude mensen mensen zeggen ze, die moeten niet achter de geraniums gaan zitten. En dan denk ik, geranium, komt dat ook uit het Latijn? Komt ook uit het Latijn, ja. Serieus? Ja, ja. Dus er zijn ook namen van bloemen en planten die ook gelatiniseerd zijn, zeg maar. Of letterlijk in het Latijn zijn blijven staan, zeg maar. Dus dat heb je ook. En waarom is het nou eigenlijk belangrijk dat... het is leuk gewoon als je het leuk vindt. Mm-hmm. Waarom is het nou nog meer belangrijk om iets van Latijn en Grieks te leren? Nou, als je je verdiept in de taal zelf, dan is het zo dat... Dat het heel goed is voor je taalinzicht. Ja. En ik hoor mensen ook zeggen, ja, ik kan daardoor ook makkelijker een Italiaanse krant lezen of een Spaanse krant lezen. Want Italiaans lijkt ook nog wat... Ja, want het zijn namelijk moderne talen zoals het Frans, het Portugees, het Roemeens, het Italiaans en het Spaans, die rechtstreeks zijn afgeleid van het Latijn. Dus dat heb je ook nog eens, hè? Dus Latijnse woorden komen terug in deze talen. Buiten de moderne wetenschappelijke termen enzovoort enzovoort. Ik herinner me nog vooral vroeger, want ik heb ook een aantal jaren Latijn geleerd, dat je urenlang zat te oefenen laudo, laudas, laudat, laudamus, laudatis, laudant. Ja. En zo had je heel veel rijtjes. Een hele hoop kijkers zullen ook wel denken, ja, dat was Latijn. Hoe zit dat eigenlijk? Want je hebt in het Latijn geen ik, jij, hij. Nee, ze zeggen dat met het woord. Ja, en er zijn ook talen die dat nodig doen. Hè? Ja. In Turkije doen ze dat geloof ik ook. Ja, ja, kijk, wat dat betreft is het een... ik denk, het is geen moderne vreemde taal. Moderne vreemde talen hebben dat wel. Maar van oorsprong, de talen die er toen waren, die hadden dat niet. Men kende wel persoonlijke voornaamwoorden, ik, jij, hij. Maar die gebruikte men alleen als er nadruk op lag. Maar verder zat het in het werkwoord. Dus, en dat is natuurlijk wel even wennen, dat je dus heel goed moet kijken naar zo'n woord, daar zit en het werkwoord in, en er zit ik, jij, hij, wij, jullie, zij, zitten er al in. Maar in Turkije doen ze dat dus nog. Ja, en er zijn talen die nog steeds dat hebben. Een ander iets zijn naamvallen. Accusativus, nominativus, als een woord in het leidend voorwerp staat, heeft het een andere uitgang. En wij kennen dat nog een klein beetje als we zeggen de heer des huizes. Ja.
Nou, des huizes, zo huizes, die uitgang ES is eigenlijk een oude overgebleven, in dit geval genitivus, die in het Latijn gemeengoed was en die nog steeds in het Duits, maar ook in heel veel andere talen, nog steeds geldt. Kijk, naamvallen hebben wij een beetje verleerd in het Nederlands, maar in andere talen komt dat nog veel voor. En ook geef jij daar kennismakingscursussen in. Ja. Dat is bedoeld voor mensen die er helemaal niks van weten. Nee, dit is of mogen mensen die het in een heel grijs verleden hebben geleerd ook meedoen? Ja, ik heb eigenlijk meerdere cursussen. Dit is een cursus, ik noem dat een snufje Latijn in de Romeinse saus. Ja. Waarbij mensen kennis maken met het Latijn. Waar kom je dat nu tegen? In plaatsnamen, in de kalender. Hè? Waarom heet deze maand september? Ja, hoe kan waarom? Dat nou? Ja. Het is terwijl het de negende maand is hè, en het is september betekent zeven. Oh. Dan gaan we meteen ook in op de cultuur. En oktober is dat dan? Dat is acht. November? Negen. En december? Is tien. En dat is onze twaalfde maand. Hoe precies. Dat? En dat komt omdat in de Romeinse tijd 1 maart was hun nieuwjaar. Dus maart was voor hen de eerste maand van het jaar. En niet januari. En dat soort dingen vertel je allemaal. En dat vertel ik ook, want de cultuur die erbij hoort, die is ongelooflijk belangrijk en ook ontzettend leuk. En daar hebben we ook nog heel veel aan te danken. En niet alleen omdat we in Nijmegen zitten, hè, met Novio Magum. En men heeft eerder dit jaar ook alweer in het gebied van de Bastij weer talloze Romeinse resten gevonden. En Novio Magum komt ook uit het Latijn? Novio wel, en Magum dat schijnt dan weer Keltisch te zijn, maar het betekent nieuw markt, maar Novio zeer zeker. Leuk. Ja. Ja. En dan heb jij cursussen voor beginners? Ja, dit is beginners en dit is eigenlijk nog zonder dat we met de taal zelf bezig gaan, maar een beetje kennismaking met. Ja. En dan heb ik ook nog Latijn leeft voort, dat geeft eigenlijk ook al aan. Dat ik dus een cursus geef, Latijn leeft voort, doet u mee. En dan gaan we in op de cursus op het Latijn zelf, aan de hand van deze cursus. En dan komen ook, behalve het gebruik van naamvallen, ook voorbeelden tegen uit het dagelijks leven. En dat doe ik bewust. Bijvoorbeeld, we behandelen een naamval die heet ablativus. Nou, dat zal behalve de mensen van vroeger van het gymnasium niemand iets zeggen. Ja. Nou, dan leg ik uit waarvoor gebruik je die naamval en waar kom je die tegen? Nou, in uitdrukkingen als ex cathedra, hè, de paus doet een uitspraak ex cathedra, of hij is cum laude geslaagd. Ja, dat dus kent iedereen. Ongemerkt ja. Hebben wij dus, gebruiken wij toch de ablatives in het dagelijks leven. Ja, want je hebt een hele hoop woorden. Ik heb er vanmorgen even na zitten denken. Als we hard klappen, dan roepen we bies. Ja. En dat betekent geloof ik twee keer. Hè? Twee nog maal. Een keer, nog een keer. Ja. En ik heb ook een automerk zien rijden onderweg. Dat was een Fiat. Ja. Is dat nou ook Latijn? Ja, nou Fiat zelf is Italiaans. Ja, ja. Maar het komt wel maar uit. Maar het Fiat, iemand het Fiat geven, betekent van laat het gebeuren. Want dat is Latijn. En dat is Latijn, ja. Iemand dat iets fiateren, hè, je geeft je fiat daaraan, dat is ook Latijn. Dus er zit toch een hoop in onze taal wat nog doet herinneren aan de tijd van Asterix en Obelix. Onder andere, door de tijd van de Romeinen. Ja. Ander voorbeeld, ja. In de brug, het koor Flos Campi. Ja. Bekend koor in Nijmegen. Ja, of Carmina Ludens. Ook een bekend. Nou, wat betekent dat, Carmina Ludens? Spelende liederen. Liederen spelende, Carmina letterlijk. En Ludens is letterlijk spelende. En komt daar dan ook ludiek vandaan? Daar komt ook ludiek vandaan, speels. Oh, wacht. Dus van het een komt weer het ander. Ja. En wat mensen leuk vinden, die zeggen, goh, ik wist niet dat daar zoveel Latijn nog in onze taal zat. De mensen moeten gewoon allemaal naar jou toe. En dat is mooi. Ja. En heb je een site waar ze het op kunnen vinden? Ik heb in ieder geval een mailadres, nog geen website. Dat komt nog, maar nou, we zetten het mailadres hieronder. Ja, dat is goed. En dan hoop ik dat eigenlijk binnenkort heel veel mensen in het Nijmeegse gebied het Latijn weer meer beheersen. Ja, en ik heb cursussen allerlei. Dus voor elk wat wils.